Hallo mensen en welkom bij een nieuwe video hier op Plopsa Updates. Vandaag gaan we eindelijk eens opnieuw een praatvideo doen. Ik weet, het is lang geleden, jammer genoeg. Maar dat komt onder andere door school en door het weinig tijd hebben dankzij de vele pretparkbezoeken tijdens de grote vakantie. Maar vandaag is het zover en hebben we ook weer leuke nieuwsuitjes uit de Plopsa wereld om over te praten. Dus laten we beginnen met het eerste nieuwsfeitje. De boomstammetjes. Ja mensen, de boomstammetjes krijgen eindelijk een makeover. Eindelijk krijgt deze attractie een nieuwe tint, zeg maar. Dus wat gaat er gebeuren? Het oude decoratie, oftewel het kasteelthema, zal verdwijnen. En dan komt er een Dino Splash. Oftewel deze mooie conceptart hier beneden. Die je ziet, daarop zie je duidelijk dat daar bovenaan... of dat de layout van de originele boomstamrivier, dat die heel duidelijk zichtbaar is. En dat we ook een stukje Dark Ride gaan krijgen. Namelijk na de optakeling die ik brocht met de dubbele splash. Daar zullen we een mooi stukje Dark Ride krijgen. Plopsa kennende. Ze gaan het sowieso mooi afwerken. 5 miljoen euro is ermee gemoeid. Het is niet weinig. En we hebben ook een woordje van Steve van de Kerkhof. De boomstammetjes wordt een echte belevingsattractie. Naast de sensaties die bezoekers ervaren door de twee grote drops die de attractie maakt. Zullen heel wat belevingselementen toegevoegd worden aan de attractie door een ver doorgedreven thematisering. Oftewel, het project kreeg voorlopig de werktitel Dino Splash. Die doet denken aan de waterattractie van Plopsaco uit 2015. Ook wel komen er in Plopsaland te pannen meet and greets met dino's. Oftewel, ze gaan Universal imiteren. Plopsa, alsjeblieft, begin er niet mee. Want ik ken jullie, jullie imiteren soms graag. En dit is wel duidelijk een imitatie uit Universal. Maar we zien duidelijk wel op de conceptart, dit is geen imitatie van Universal qua thematisering, maar gewoon de meet and greets met die dino's. Dat is er dan weer een tikkeltje te veel aan. Er zijn ook foto's van het station waar duidelijk op te zien is dat dit gewoon een steen gaat zijn. En dat het niet helemaal dicht gaat zijn. Ik weet niet of dat dit mooi gaat zijn of dat dit gaat vloeken, maar ja, we zien wel. De lofvloem van MacRides, die bijna 30 jaar lang omgeven werd door een kasteel. Ja... Ik weet niet, ik ga het toch missen. Het was toch een leuk thema, al bij al. Ik ga het missen. We zien er ook duidelijk op een foto dat in de helix van de draak, daar achteraan in het groen, dat er daar duidelijk een grote animatronic gaat komen van een dino. Daar ben ik wel benieuwd naar. Je ziet ook bruggetjes boven de boomstammen. Er gaat zoveel veranderen, mensen, in 2019 ook met de rollerskater die aangepast gaat worden naar een K3 thema, waar ik persoonlijk niet blij mee ben. Ah, jongens, alsjeblieft. Er waren zoveel andere thema's waaruit je kon kiezen. Maar goed. We zijn nu bezig over de boomstammen. Voor de rest is het perfect afgewerkt. Ik hoop wel dat het zo is als op de concept art. Want ja, niet altijd alles is als zo op de concept art. Nu zit natuurlijk nog het thema van Samson en Gert. 2019 wordt een druk jaar voor Plopsaland te pannen. In april staat de opening natuurlijk van de K3 rollerskater gepland. En er wordt gebouwd aan het Plopsa Hotel. Eindelijk, ze zijn begonnen met de bouw. Hetzelfde jaar wordt ook begonnen aan de eerste vakantiehuisjes op de Plopsa camping. Ja, jongens, we gaan het nu ook even over iets anders hebben. Plopsaland pannen, schuiven we even opzij. Dan gaan we door natuurlijk naar papapam, Magaland Coanati. Want die is officieel geopend sinds vorige week. Ik weet niet meer exact wanneer vorige week, sorry daarvoor. Maar mijn geheugen laat me even in de steek. Ik zal het hier wel in het scherm editen. Dan is Magaland Coanati geopend. Het is een super groot feest geworden natuurlijk, want ja, Polen krijgt het eerste themapark. Dat gaan ze niet zomaar laten passeren. Er waren redelijk wat bekende mensen aanwezig, waaronder ook Plopsa-fans, waarvan deze informatie natuurlijk weer komt. Hartelijk bedankt hiervoor, voor alle informatie die wij via jullie krijgen. Jullie zijn er super hard bedankt voor. Nogthans, dikke shout-out naar jullie nu in het scherm. Dikke shout-out, abonneer sowieso op Plopsa-fans. 4 jaar na de aankondiging en net geen 2 jaar na de eerste steenlegging verwelkomde Magaland Coanati gisteren de eerste bezoekers. S'avonds waren er 1000-tal genodigden bij de officiële opening. Daarbij was Plopsa fans aanwezig. Natuurlijk mensen, we gaan zien ze hier in het scherm. Mooie. We hebben lang uitgekeken naar dit moment. Het resultaat is prachtig. We zijn dan ook ontzettend trots op wat ons investering en bouwteam weer al eens verwezenlijk hebben. Dit zijn de woorden van Steve van de Kerkhof, van onze CEO. Ja mensen, en wat zien we hier? Een mooie afgewerkte Magaland Coanati. En ze zitten daar natuurlijk niet stil hè mensen, dat is echt niet normaal. Binnenkort wordt het al begonnen... Nee, ze zijn al bezig aan de bouw. Excuseer me. Ze zijn al bezig aan de bouw van de houten achtbaan, waarvan het stationsgebouw, of de concept art van het stationsgebouw, vrijgegeven is. Ja, het is een soort van skyscream als ik het zo bekijk. Het,
Er wordt hier ook beschreven als een kindvriendelijke skyscreen thema. Wat ik wel zie is dat de buitenbocht achteraan waar je de draai maakt, zoals je hier ziet op de onride van Heidi the Ride, dat dit niet overdekt gaat zijn. Als het regent, zal dit wel tegensteken, want dan kom je even binnen in een droog station, dan ga je terug naar buiten, ben je weer zeiknat en kom je zeiknat het station binnen. Natuurlijk hebben we ook een woordje van Claire Hayne Jr., oftewel de CEO van GCI of Great Coasters International. We doen het op een andere manier dan bij Heidi the Ride. We doen een pre-constructie in de Verenigde Staten, daarna breken we de baan weer af en bouwen hem opnieuw op ter plaatse. De kostprijs bedraagt 7,5 miljoen euro. Een precieze openingsdatum is er nog niet. We zien nu ook dat de bouw al begonnen is, want jullie zien dat de eerste ondersteuningsbetonpalen worden geschoten in de grond. Dus ja, ze zitten daar nog absoluut niet stil. De nieuwe coaster zelf wordt gelijktijdig gemaakt en opgebouwd in de Verenigde Staten. Dus de baan zal daar pre-gemaakt worden. Dus er zal al een constructie verschijnen, een soort van Heidi the Ride in de Verenigde Staten. Wordt die weer afgebroken en wordt die daar opgebouwd in Polen. In 2015 werd Heidi the Ride in Plopsaland te pannen door hetzelfde bedrijf in het hout gezaagd ter plekke. Aan de rand van de buitenzone zal hij liggen tussen het verkeerspark en Flip de Springkaan. Oftewel, deze hebben we ook in Holiday Park. Flip de Springkaan. Ik vind dit wel een grappige attractie. Dit jaar. Er worden ook ondertussen weer nieuwe plannen gemaakt voor een tweede vestiging in Polen, de hoofdstad Warschau. Ja, Plopsa zit niet stil, zo kennen we ze natuurlijk ook. En we zijn blij dat Plopsa aan de pannen, dat er daar toch weer eens geïnvesteerd wordt. We bedanken jullie alleszins voor het kijken van deze video. Het is nu een videootje van pak 6 minuutjes. Dus redelijk lang voor een praatvideo. Binnenkort komt er een uitgebreide video van Mayaland Kowanati, waarin dat we alle attracties gaan bespreken, wat er te beleven valt, wat er te eten valt. Ook meer informatie over de houten achtbaan en het thema, de wachtrij en zo, daar gaan we ook nog over bespreken. Er komt nog een video hierna, vlak na, dus deze video komt op vrijdag. Morgen komt een video met de planning voor de komende weken, met welke video's jullie nog mogen verwachten. Ik bedank jullie voor het kijken, als je het leuk vond, laat alvast een like hier beneden achter. Duw even op de abonneerknop. In de beschrijving staat de link naar Plopsafans. We moesten jullie toch wat meer willen zien van hun. En natuurlijk ook de link naar de website van Plopsafans. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik zie jullie bij een volgende video. Ciao.